Sportweek TV. Het is een mooie stad, een mooie club, aardige mensen. Ik voel me heel erg thuis hier. Hedwiges Maduro heeft het natuurlijk over Valencia. De club waar hij weer wekelijks in de basis staat en waarmee hij zaterdag tegen Real Madrid speelde. De club ook, die wordt gesponsord door Unibet. Het online wedkantoor gaf ons voorafgaand aan de wedstrijd een kijkje in het live wedden op wedstrijden. En wie bijvoorbeeld bij Unibet een euro in zou hebben gezet op winst van Valencia, zou er 2,5 euro voor terug hebben gekregen. En had dat dus maar gedaan, want de ploeg van Maduro won overtuigend met 3-0. Was het een verrassing voor de verdediger dat het zo makkelijk ging? Ja, nou, we dachten wel dat Real Madrid iets recht wilde zetten natuurlijk. Dus wij waren ook natuurlijk heel scherp. En thuis doen we het meestal altijd goed tegen grote ploegen. En vandaag met het publiek achter ons hebben we een goede wedstrijd gespeeld. Hoe vond jij het voor jezelf gaan? Volgens mij had je het redelijk onder controle achterin. Het klinkt heel makkelijk, maar zo ging het wel eigenlijk. Ja, de nul. We hebben al de nul gehouden ook vandaag. Tegen een goede spitsen gespeeld. Raul en Higuain. Ik denk complimenten voor de hele ploeg. Want we hebben heel, heel compact bij elkaar gespeeld. En iedereen goed verdedigd, ook goed mee aangevallen. En het is een goede wedstrijd, ja. En dan over Maduro zelf. Hij speelt momenteel alles en krijgt veel lof. Maar heeft er hard voor moeten knokken. Ik ben hier gekomen, zeg maar, met onder Koeman. Dan speelde ik eigenlijk alles. En die werd dan ontslagen. Nieuwe trainer, nieuwe president. En dan weet je dat je het altijd moeilijker krijgt natuurlijk. Die neemt gewoon zijn eigen mensen mee. En de eerste 2 maanden alleen op de bank gezeten. Soms zelfs op de tribune. En gewoon keihard blijven werken. En vanaf ongeveer oktober, november kreeg je kansjes. En dat ging direct goed. En zo ben ik echt in het team gekomen. Hard blijven werken. En nu sta ik gewoon elke wedstrijd in de basis vanaf januari, december. Alles gespeeld. En die positie dan? Want wist je dat je dit kon, centraal achterin? Ja, dat wist ik wel in principe. Ik geloof dat Danny Blind op een dag ook nog tegen me zei van... Dat ik echt de top kon halen als ik centraal achterin zou spelen. En misschien komt dat toch nog wel uit. Wilde je dat toen op dat moment niet of voelde je je lekker dan op dat middenveld? Ja, ook. Ik heb altijd op het middenveld gestaan, ook opgegroeid. Ja, wel defensief, zeg maar. Verdedigende middenvelder. Maar dit kan ook. Dus ik moet nog veel leren, dat ook wel natuurlijk. Maar het gaat heel goed dit seizoen. Dan is de logische vraag, want het gaat dus goed bij Valencia, bij een topclub in Europa. Het Nederlands elftal, het wordt alweer eens wat volgens mij. Ja, nou, ik mag er misschien stilletjes aan denken, maar dat is meer aan de bondscoach natuurlijk. En ik moet gewoon mijn best blijven doen en dan komt het vanzelf misschien wel. Tot slot nog even over Ajax. De vorige club van Maduro heeft het zwaar en moet weer eens op zoek naar een nieuwe trainer. Soms mis ik Ajax wel hoor. De mensen daar, die vergeet ik echt niet. Ik ken alle mensen daar ook achter de schermen, zeg maar. Ik mis Ajax zeker wel hoor. Ajax zit nog steeds in mijn hart. Het is nog steeds club nummer 1 voor mij. En ik vind het jammer dat weer een trainer weg is gegaan. Want ik denk dat de groep juist stabiliteit nodig heeft. En dat heb ik altijd ook gezegd toen ik er zelf speelde. Dat heeft het team echt nodig. Een trainer die 3 jaar zit of in ieder geval die kan bouwen. En nu moet je weer opnieuw gaan beginnen. Dat is gewoon moeilijk voor een team. Het schiet mij niet op. Ja, als elk jaar een nieuwe trainer komt, dan moet je telkens weer opnieuw starten. Want die heeft misschien andere ideeën. Die heeft wel weer vertrouwen in andere spelers of juist niet vertrouwen erin. Dus dat is telkens elk jaar een beetje het beeld. En dat heeft een jonge ploeg helemaal niet nodig. Die heeft juist stabiliteit nodig en vertrouwen. Wie zou jij daar wel voor de groep zien staan eigenlijk? Nou, ik denk dat er genoeg kandidaten zijn. En ik denk iemand die wel ervaren is, die kan je voor de groep zetten. En iemand die de club goed kent, daar zou ik voor kiezen. Ja, als ik jou zo iemand die op kan bouwen, iemand die jonge spelers beter kan maken. Ko Adriaans lijkt mij een naam. Ik denk dat het een goede trainer is. Je hebt meerdere goede trainers. Je hebt Rijkaard, heb je ook bijvoorbeeld. Goede trainer. Ik ken Ajax heel goed, Ko Adriaans wat je zelf ook. Dus ja, als ik was, ik denk één van die twee.
Sportweek TV.